Wat vindt u van het programma Plakshot? Hoeveel? Televisieprogramma van de VPRO. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk echt mooi televisie. Televisieprogramma met Roel Maaldrink. En dan gaat hij vanaf een bank de actualiteit bespreken. En dan een beetje over de werking van de media. Want ook met filmpjes met mensen op straat. Zo. Ja. Nee, zeg maar niets. Nee. Nee. Een beetje met van die onwetende mensen op straat. En ja, dan, een beetje in de maling nemen dan. Ja, dat. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik niet zo leuk. Nee. Klinkt het leuk? Niet echt. Nee. Dus u zou niet meedoen aan zo'n programma? Nee, nee, zeker niet. Nee. Dit is hem, de presentator, Roel Maaldrink. Ja. Nooit gezien. Nee. Nee. Ik kom er vaag bekend voor. Niet dat ik denk van, nou, dat is Roel Maverick. Roel Maaldrink. Maaldrink, nee. Maaldrink, nee. Ik zal onthouden die naam. Weer een witte man? Was die tijd geweest nee, wat meer? Ik heb helemaal niks tegen nee. Kleuren. Nee. Hij is wel biseksueel. Dat maakt ook niet uit. Angela de Jong die gaat ook in haar column schrijven dat ze het een beetje makkelijk scoren vindt, een beetje flauw. Snapt u dat? Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Is het soort, vind je het jammer dat er ja, geen hond naar gaat kijken? Ja, op zich wel natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, het is een beetje wat het is, hè? Ja. 17 oktober is de eerste uitzending van Plakshot. Gaat u kijken? Nee, denk ik niet. Leuk. Dank u wel. Alsjeblieft. Fijne dag.